Kijkers, zojuist heeft u alle informatie kunnen krijgen over Curaçao en u heeft ook nog kunnen genieten van mijn reportage. Met mijn tweede studiogasten zal ik het hebben over Mijn oma was een slavin, een boek dat is uitgebracht door de auteur Bert Kalle. En naast hem zit ook de hele mevrouw van de schrijversgroep 77, dat is mevrouw Silva Kumar. Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag. Silva, wij kennen u, dus we gaan het hebben meteen. Over Bert. Ja. Bert Kalle. Wie is Bert Kalle? Bert Kalle is in Suriname geboren Nederlander. Maar die tijdens het proces van dit boek ontdekt heeft eigenlijk dat hij meer een Surinamer met een Nederlandse achtergrond is. Terwijl dat daarvoor nog iets was van, nou, waar kom je vandaan? Ja, uit Suriname, maar ik heb een Nederlandse achtergrond. Of een Surinaamse achtergrond. Dus dat is veranderd tijdens het proces. Ik ben hier geboren in 1955. Mijn vader was bij de TRIS. En mijn moeder was hier al aanwezig omdat zij een dochter was ook van een militair. Net als haar moeder. En dat, ja, heel veel militairen hebben hier een vrouw kunnen vinden. Ja. En dat ben ik. En hier op school geweest? Ja. Ja, ik ben hier op school geweest. Op de Sinja-school, op de Wulfingsschool en op de Kalo-school. Toen naar Nederland gegaan, maar de interesse en de band met Suriname is gebleven. Altijd, ja. Ze zeggen toch waar Yacumba Beri is. En nu een boek, Mijn oma was een slavin. Ja. Waarover gaat dit boek? De titel is eigenlijk al een spoiler. Ja. En dat heb ik wel speciaal gedaan om duidelijk te maken van wat je gaat lezen, is dat iemands oma als slavin is geboren. En als je weet wie de persoon erachter is, dan is dat nog veel meer bijzonder, omdat het gaat om een witte man, die dan een trotro, want het is niet mijn oma, maar het is mijn trotro, die is als slavin geboren in 1855. Mijn zoektocht is eigenlijk begonnen omdat ik van huis uit altijd meekreeg. We zijn van inheemse afkomst. En als ik naar de foto's keek van mijn oma, van mijn grootmoeder, en een onlangs ontdekte foto van mijn trotro, dan zeg ik van, dit is geen inheems, mama. Ja. Ja, we zijn inheems. Ik zeg, nee. En dus toen ben ik gaan uitzoeken hoe dat in elkaar zat. En ben ik eigenlijk eerst begonnen met een DNA-onderzoek. En een DNA-onderzoek die kan uitwijzen wie je vader en je moeder is, of als je een bepaalde ziekte hebt, maar ook waar je vandaan komt. En daar bleek dus dat ik voor het grootste gedeelte in mijn DNA stond West-Europa. Verrassing was Schotland, maar 10% Nigeria. Geen Zuid-Amerika, geen inheems. Dus voor mij was dat al een teken van dat mijn moeder en haar moeder en haar moeder verkeerd zijn ingelicht. Bewust of onbewust, dat weet ik niet. Eigenlijk wel. Want dat vind je terug in mijn voorwoord die geschreven is door Cynthia McLeod. Die heeft mijn boek gelezen en heeft daar een voorwoord in gemaakt. In het voorwoord gebruikt ze de Surinaamse oddo. You can kibri your grandma, maar you can kibri in koso koso. Ja. En als je daarover na gaat denken, is dat precies de essentie van mijn verhaal. Want ik in eerste instantie wil ik een stamboom maken. Maar die stamboom is langzaam veranderd in het verhaal van die zoektocht. Met de geschiedenis links en rechts eromheen. En aan het einde van het boek is er bij mij ook een missie ontstaan. En vanwege die missie zit ik hier. Is het eerste boek dat u schrijft over Suriname? Nee. Het eerste boek heb ik in een oplage van 100 exemplaren gemaakt. En die heette Twee Bakkeras in Suriname. En het gaat over een reisverslag, ook weer een reisverslag. Een zoektocht in Suriname. Die ik gemaakt heb in 2001. En samen met een vriend van mij, die Suriname wilde leren kennen, hebben we 5 weken door Suriname rondgezworven. En zal dit het laatste boek zijn? Nee. Dat is de tweede missie die ik hier heb.
Dat is de missie. Mag ik het dan vertellen? Mm-hmm. Oké. Okay. Ik ga scholen bezoeken nu. In 18 dagen ga ik 20 scholen bezoeken. En aan 20 scholen heb ik beloofd. Die konden zich opgeven via een oproep die ik gedaan heb in de krant. Of zij een boek wilden hebben. Ja. Maar ze moesten wel laten zien dat er een bibliotheek aanwezig was. Okay. Geweldig. Alle foto's van bibliotheken heb ik nu gezien van scholen. En dat is zo leuk, omdat het enthousiasme te ontdekken dat de scholen echt geïnteresseerd zijn om hun voorraad boeken uit te breiden. Mevrouw Komaar, wat is de band tussen tussen schrijversgroep 77 en Bert Kalle? Hij is toch auteur? Ik hoef verder eigenlijk niks meer te zeggen. Hij is auteur, hij heeft zijn boek uit, hij heeft ons benaderd. En wij hebben gezegd, als je komt, zorgen we ervoor dat je een presentatie kan hebben bij ons, in ons themaavond. Maar daarnaast de contacten leggen met bepaalde personen, want een heleboel van ze moesten zichzelf opgeven bij. Maar om het contact te leggen, zodat de boeken overhandigd kunnen worden. Hij geeft namelijk gratis boeken weg. Aan, weet, zodat mensen kunnen weten hoe hij zijn zoektocht heeft gedaan om erachter te komen wie zijn oma is. Zodat studenten of jongeren, zodat wij kunnen weten op welke manier wij kunnen gaan kijken waar onze roots liggen en hoe we aan die informatie kunnen komen. Dat allemaal staat in het boek. En toen hij kwam met het idee, met zijn oproep ging om 50 boeken voor Suriname, zo heet het project. Het project is inmiddels veranderd in bijna 100 boeken. Bijna 100 boeken, ja. Dus ik had een douaneprobleem. Ja. Dus ik heb 2 koffers gevuld met boeken. In Nederland wel de ambassadeur van Suriname benaderd van, ga ik daar een probleem mee krijgen bij de douane? Hij zei, want je komt iets weggeven en dan gaan ze echt geen probleem maken. Fantastisch, klinkt helemaal goed. En wanneer begint het traject hier in Suriname? Het is al begonnen. Vertel u. Hij is gisteravond aangekomen. Vanochtend zijn we al begonnen met het overhandigen van boeken. Nu zijn we bij jou. Vanmiddag gaan we verder bij de media. Morgenavond in Tori Osso is ons reguliere themaavond. Mm-hmm. Het begint om 19:30 zoals gewoonlijk. De inloop is om 7:00. Maar morgenavond zullen de genodigden hun boek krijgen. Dan krijgen ze hun boek gratis. Dus er zijn minister van Onderwijs is uitgenodigd. Er zijn een aantal ministeries betrokken erbij. Maar de bibliotheek CCS, een vertegenwoordiger van CCS zal er zijn. Er zijn schoolhoofden die aanwezig zullen zijn. Dus een aantal mensen die zich hebben opgegeven, die zullen erbij zijn. En die krijgen allemaal hun exemplaren. Dus het zal morgenavond een mooi vol programma zijn, want dan kunnen de mensen die aanwezig zijn kennis maken met Bert Kalle. Hij doet een korte introductie over zijn boek. Dat boek is ook weer te koop op de avond voor een zacht prijsje. En hij is er, dus het kan gesigneerd worden. En dan gaan we over, dan krijg je de overhandiging van de boeken, hij kan signeren. Ja. Dan hebben we de pauze natuurlijk, zoals we altijd hebben. In het tweede gedeelte van de avond hebben we een informatief programma, of eigenlijk een interactief programma met mevrouw Heenaar. Sharon Heenaar is gynaecoloog. En in verband met Dag van de Vrouw gaan we het hebben over menopauze bij vrouwen. En ik las ook dat er een presentatie bij NACS zou moeten zijn? Dat volgt ook nog. Ja, 26 maart is er een presentatie in NACS. De tijd exact heb ik nog niet, maar het moet ook tussen 7:30 en 19:30 zijn. Er is ook een presentatie bij de Universiteitsbibliotheek op 28 maart in de ochtend. Ik denk om 10:00. 22 maart is hij bij DA91 om 7:00. Ja. 7:00. Dus er zijn wel diverse presentaties. Van 18 tot en met 20 zijn we in Saramaka, Koroni en Nikeri. In de districten worden betrokken. Jawel. Okay. De CCS Nikeri, Stichting Win. Ja, Stichting Win. Mevrouw Gaitri, zij is echt heel erg bezig met het organiseren van het geheel. Maar we gaan dus 18 maart vertrekken we naar Saramaka eerst, MAHO-scholencomplex. Dan gaan we, NDC komt er ook. Ja. We gaan dan door naar Nikeri.
En daarna hebben we ook nog wat scholen bezoeken, 19 en 20 in de ochtend. En op de terugweg van Nikeri stoppen we in Koroni. En daar krijgt de DC van Koroni en Tata Colin school waarschijnlijk ook een exemplaar. En dan komen we terug naar de stad en dan gaat de rest van het project nog door. Dat zijn de districten waar het om gaat, waar mijn voorouders verbleven zijn. Saramaka, plantage Kent. In Koroni, plantage Oxford. En in Nikeri zelf, in Nieuw-Rotterdam, toen nog Nieuw-Rotterdam. En daar hebben ze allemaal gewoond. Dus dat is een mooie trip dan, een tournee van back to the... to the roots. Back to the roots. Hoe lang was de zoektocht? In 2018 ben ik begonnen. Mm-hmm. En toen had ik nog gewoon mijn werk. Ik had mijn eigen bedrijf. Dus dat moest tussendoor. En het laatste 2 jaar is het echt full speed gegaan met... het uitzoeken in archieven en ook hier weer geweest in 2023 bij Nationaal Archief. Hoeveel pagina talent? Bijna 300, hè? Ik moet even kijken, want ik had er 500 en dan moet je gaan schrappen. Ja. En ik zit nu op 275. Ja. En het is in full color. Alle actes zijn gewoon in de originele kleur ook afgeprint, afgedrukt. En dat wilde ik heel graag doen, om te laten zien hoe ziet zo'n acte eruit. Mm-hmm. En daarnaast dan gewoon in gewone leestekst, dat mensen kunnen zien, dat moet daar staan. Ja. En dat is de bedoeling. Ik wou nog even hebben over die tweede missie wat ik heb. Ja. En dat is een oproep aan de scholieren in Suriname, mm-hmm. om straks mee te helpen aan het volgende boek. De opvolger hiervan. Wil ik een scholier of scholieren in de gelegenheid stellen om een hoofdstuk voor hun rekening te nemen. Om hun over die drempel te krijgen van durf te zoeken, durf te vragen, ga naar het Nationaal Archief, ga wat doen, ga je familie navragen van hoe zit dat. Om die mensen dus zo ver te krijgen dat ze dus over die drempel heen stappen om het zelf te gaan doen. In de hoop dat ze dadelijk zelf boeken gaan schrijven. Fantastisch. Nou, het klinkt allemaal goed, geweldig. Heeft u tot slot nog iets aan dit geheel toe te voegen? Bedankt dat ik hier mag zijn. En ik wil je graag nog graag een exemplaar overhandigen. Oh, dat klinkt helemaal goed. Dat stel ik helemaal op prijs. Alsjeblieft. Ja. Dank u wel. Veel leesplezier. Dank u. Ik zal hem straks even voor je signeren. Ja. Nee, dat klinkt allemaal goed. Van harte bedankt voor deze gesten. Graag gedaan. Ja. Zo heeft u dat gehoord van mevrouw Silva Kumar en Bert Kalle over het boek Mijn oma was een slavin. Hiermee ben ik gekomen aan het eind van deze aflevering van Magazine 4. Sam Blankendaal groet.